Welkom op Varkenoord, op het nieuwe Varkenoord. 1949 werd het sportcomplex Varkenoord in gebruik genomen. 70 jaar later ondergaan wij een metamorfose op dezelfde locatie. Faciliteiten die zowel voor de BVO als de sportclub jaren mee kunnen aan de Nederlandse top. Als Feyenoorders mogen wij daar met elkaar allemaal super en zeer trots op zijn. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En wij kijken absoluut met vertrouwen uit naar de komende jaren. Gelukkig hebben we de naam Varkenoord behouden. Een naam met internationale vermaardheid en uitstraling. Ik ben trots dat Varkenoord het Feyenoord opleidingsbolwerk blijft tot in lengte van jaren. 3, 2, 1. En niet alleen mijn tribune, maar het hele complex te zien is natuurlijk iets wat je vanaf het begin af aan hebt gezien op tekeningen. Maar als je er nu rondloopt en zit en staat, dan voel je dat dit het nieuwe Varkenoord is. Leven Feyenoord en leven Varkenoord. Ik ben blij voor Feyenoord en ook trots, denk ik, als iedereen bij Feyenoord. Dat het toch van zo voor elkaar is gekomen. En er staat echt een fantastisch gebouw met geweldige faciliteiten. Echt geweldig werk van alle mensen die eraan gewerkt hebben. Je mag als Feyenoord trots zijn dat dit er staat. Want het wordt, dit is een gigantische verandering van oud Varkenoord naar nieuw Varkenoord. Prachtig complex. Wat valt op? De ruimtes, de faciliteiten, de velden. Moet eens kijken, joh, wat een matje. Joh. Ja, daar mag je alleen maar trots op zijn, toch? Fantastische tribune met zicht op de velden. Jaloers op de kamer van Stanley Brad. Die heeft echt de meeste mooie overzichten van alles en iedereen. Dus ja, dit is top zo klimaatwaardig. Nieuw, het is allemaal mooi, maar uiteindelijk zorgen de mensen voor de sfeer en de ziel van een complex. En ik denk dat de komende weken, maanden gaat gebeuren, waardoor ook nieuw Varkenoord weer een eigen identiteit krijgt en ook een eigen ziel.